Oh ja, oh, is dat zo? Is dat zo? Oh ja, oh ja. Is dat zo? Hé, is dat zo? Deze donderdag morgen. Het is 10:21 en we leven op de 27e januari. En waarom ik in de keuken zit, het zonnetje kwam net door een donkere wolk heen. En dat zonnetje was zo ontiegelijk fel en scherp dat ik zag gelijk, nou, 3 keer niks meer. Daar is de lucht donker en grijs en grauw. En nou, die zon, jeetje Maria. Dus ik denk, ik moet even op een puntje zitten waar ik er niet zoveel last van heb. Dus hier maar even. Maar ik moet niet die kant op kijken, want dan word je verblind. Ja. Dus we zitten nog in de keuken. Ja, jullie krijgen zometeen schoon water. Ik ga, nou ja, ik heb vannacht niet veel geslapen. Dus of ik vandaag wat ga doen, weet ik niet. Wat ik vanavond wel ga doen, dat weet ik wel. Hè. Voor die tijd wil ik wel uitgerust zijn. En dat is meedoen met de vent Den Helder. Oftewel, we gaan demonstreren voor onze vrijheid. Dus ja, daar ga ik aan meedoen met mijn scootmobiel, oftewel mijn booster. Zoals wij hem hier noemen, een scootmobiel noemen wij hier een booster, ja. Ze noemen die ene laatste injectie ook een booster, maar dat is niet de laatste injectie die je krijgt. Nee, je krijgt er nog veel meer. Ja, maar dat wil je gewoon niet hebben. Waarom? Waarom is dat nodig? Want die COVID, corona, die houden we even goed wel. Die blijft hier. Die is er altijd al geweest. Maar ja, er werd geen aandacht aan geschonken. En nou moet dat ineens. Maar oké, maakt allemaal even niet uit. Welkom bij ons, hè? Ja, bij Corina en de Beestenboel. Ik moet zo nog tussendoor nog even uitlaten, maar ik moet nou eerst wachten tot Karin met een K komt, mijn begeleidster. Sanne die zou van de week komen, maar die heeft gisteren mij afgebeld. Zij is dus nou ook weer ziek, zij heeft corona. Nou, dus de huishoudelijke zorg, de instantie, die heet MIEP. Die heeft mij ook gebeld met de mededeling dat Stefan ziek is. Nou ja, ik kan Stefan bereiken, dus ik heb hem. Ik zeg, ben je ziek? Nee, zijn vriendin was ziek. Oh, nou ja, oké, okay. Hij markeerde nog steeds niks. Nou, prima toch? Ja. Ik zeg, dan hoop ik dat het voor jou zo blijft. Oh ja, oh, is dat zo? Is dat zo? Oh ja? Oh ja? Is het zo? Hé? Is het zo? Hé? Is het zo dan? Ja? Kom dan. Hé. Boefie. Maar in ieder geval, ja, zo het leven nou eenmaal. Ja, dat is met de normale griep, dat is met al die virussen zo, die blijven. Ja, enkel zeggen gewoon, we hebben de griep. Maar ja, het heet niet de griep, de ene virus heet dat en de andere virus heet dat. En ja, dat heeft een volledige naam, maar moeten we die naam altijd zeggen? Nee, de griep is het. Nou ja, simpel toch? Maar in ieder geval, ik wens jullie een hele fijne dag toe. Geniet ervan met alles wat jullie doen, maar geniet ook maar weer lekker met ons mee. We gaan er weer heerlijk tegenaan. Ik ben weer beter verklaard. Ik hoest nog af en toe wat, et cetera. Maar ach, dat kan de pret niet boeien. Dat heeft niks meer met de virus te maken. Mijn gehoest, dat heeft met mijn
longaandoening COPD te maken. Dus ja, daar mijn excuses voor als ik af en toe nog hoesten moet. Maar we gaan er gewoon weer vrolijk tegenaan. Ik heb ook al een heleboel, ik heb een aantal vlogs al weten in elkaar te zetten. Die zal ik naar YouTube brengen, zodat er vandaag sowieso alweer één online komt. Maar bij goed weer komt er nog een extra vlog, video. Vanavond hebben wij hier in Den Helder de Vent Den Helder. Als jullie weten wat dat is, dat betekent voor vrede, vrijheid, liefde, geen dictatuur, noem maar op. Dus wij gaan hier in Den Helder met een hele grote groep, hoeveel weet ik niet, maar ik hoop van ganse harte dat het een hele grote groep zal worden. En we gaan gewoon vanavond gezellig demonstreren met z'n allen. Je mag fakkels meenemen, je mag trommels meenemen, pannen met deksels, weet ik veel. Nou, ik heb licht zat. Ik heb een kerstboompje ook nog op mijn booster. Nou, dat geeft ook licht. Dat geeft ook een teken van vrede, noem maar op. Ja. Dus we proberen er tegenaan te gaan vanavond. Moet ik weer even kijken hoe laat ook alweer. 18:45 begint het. Dat is op de Julianaplein, het stadspark, tegenover Albert Heijn. Maak ik nog reclame ook. Ja, en ook tegenover het station. Ja, het is maar net waar je staat, hoe je kijkt, hoe je loopt. Ja, dus daar is het. 18:45 is de aanvang op 29. Ja, oh, dat is vandaag niet. Het is vandaag 27. Ik ben helemaal in de war. Oh jee. Dat is 29 januari. Mijn excuses. Maar in ieder geval, dan gaan we daar aan meelopen. Ik rij dus. Ik ben helemaal in de war. Ah, het is vandaag 27 januari en ik dacht dat het vandaag was. Maar nee, we hebben nog even een paar dagen te gaan. Dat is dus vandaag 27, morgen 8, zaterdagavond. Nou, kijk eens aan. Zaterdagavond, 29 januari. Dan hebben we de vent Den Helder. Dus kom ook gewoon. Ja, gezellig. Nou heb je nog tijd om er te komen. Ja. Nou, vandaag misschien niet. Maar nou wel, omdat het zaterdag pas is. Dus gewoon welkom allemaal. En ja, neem een goed humeur mee. En we hopen op goed weer. En anders kleed je maar goed aan. En regenkleding. Nou, dan spuit je kleding die je aan hebt eventjes in met van dat antivochtspul. Ja, dan word je ook niet nat. Doe ik ook wel eens hoor. Gewoon een normale broek in spuiten. Voilà, blijf je ook droog. Heb ik al zo vaak gedaan. Het stinkt alleen, maar dan moet je het buiten doen. Ja, want het plaat op je longen. Nou, ik doe het buiten. Zo simpel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet weer van ons. Geniet ook weer met ons mee. Gewoon bij Corina en de Beestenboel. Ja, kom erbij. En maak ons blij. En ik maak jullie weer blij. Ja, met leuke video's van mijn diertjes en van mezelf. Nou ja, wat Romein leuk vindt, weet ik ook niet, maar ja, ik vind het gewoon fijn als iemand anders mijn vlogs gewoon ook leuk vindt, ook door mij, ja. Maar mijn hondjes die zijn sowieso blij, ja, met mij wel, hè. En ik krijg zometeen weer een huishoudelijke hulp, maar niet onze Stefan, want Stefan die is ziek, maar hij zelf is niet ziek, zijn vriendin is ziek, ja. Daarnet heb ik mijn begeleidster gehad. Nou, die heb ik weer even aan het werk gezet. Die is alweer weg. Maar voor nu zeg ik, lieve vrienden, geniet met alles wat jullie doen, maar ook zeker met wat wij doen. Ik zou zeggen, om 14:30 komt er een vlog online. Ik zou zeggen, kijk hem en like hem en geef een leuke reactie. Doei! Ja, lieve vrienden, dat ben ik weer even. Ja, de huishoudelijke zorg is geweest. Ze is maar liefst 3 uren geweest.
En ze heeft me leeggezogen qua mijn energie. En ik heb al nog bitter weinig energie. Dus ja, hè, doordat ik zo ziek ben geweest, heb ik nog niet veel energie. En dat gaat ook niet weer zo snel dat ik het vandaag op morgen dat op kan bouwen. Maar ze is dus dik 3 uur geweest. Maar in die 3 uur heeft haar mond ook niet stilgestaan. Back af. Ik heb op een gegeven moment gezegd, ik weet het niet, ik hoop niet dat je het erger vindt, maar ik ga de meiden even uitlaten. Dus dan heb ik even 20 minuten rust. En dan kom ik weer thuis, dan was ze beneden bezig. En dan begon ze weer kwik, 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 kwik. Zo zet het wel lief hoor en aardig, maar moet je overal maar, jeetje, wees eens een keer rustig. Ja. Ik had het tegen Karin gezegd, ja, ze zegt, maar u kon het al aangeven. Ik denk, nou, ja, zoals hier voor het eerst en ik kon er niet. En ik denk, laat maar even. Maar de volgende keer als ze weer in moet vallen bij me, dan zeg ik het inderdaad wel. En wat ik nu ga doen, ik heb ze dus lekker wel uitgelaten, dus ze zijn laat uit geweest. En ik ga de poort op slot doen. Doe deze oorbellen eruit, knopjes laat ik zitten en ik haal mijn make-up eraf en ik ga lekker mijn bedje in. En ik zie wel weer, ja, voor achter ben ik er sowieso wel weer eruit, want ik wil goede tijden slechte tijden zien. Maar anders kijk ik wel even terug, maar in ieder geval, ik ga even proberen te slapen. Dus ja, lieve vrienden, geniet verder van jullie namiddag. Het is 16:53, dus bijna 5 uur. Ik ga de poort op slot doen en de boel afsluiten. En ik ga er even lekker in en even bijdenken. Ze zeggen tot later.